maakt muziek voor bedrijven in opdracht. Klopt. Dus je bent componist en auteur en muzikant. Ja. En je hebt een theorie, Music First. Die methode die toont eigenlijk aan hoe belangrijk muziek is, ook binnen organisaties. Klopt. Maar ik denk als je een muzikant bent en je echt je kunst staat voorop, ga je toch geen liedjes maken voor bedrijven? Het maakt eigenlijk niks uit. Kunst staat sowieso voorop bij mij. En ik breng die kunst naar de plaats waar de mensen werken. Ja. In plaats van dat je dat doet via de reguliere wegen. Want eigenlijk precies hetzelfde. Als je voor een platenmaatschappij moet schrijven, zit je ook vast aan templates en vormen. Oh ja. Ik heb eigenlijk ontdekt dat ik veel vrijer ben hier. En ik leer organisaties dat muziek onderdeel is van de identiteit. En gewoon hoort te bestaan naast je logo. Je mission statement, je font en je kleuren. Nou, gaan we het over hebben. We gaan via die muziek in de juiste mindset komen voor vandaag. Ik ben heel erg benieuwd en ik ben ook heel benieuwd hoe je hier eigenlijk ingerold bent. Erwin Steylen. Dankjewel. Yes, ja. Ja, dan klap je dus. Ik zal het af en toe even uitleggen weer hoe dat werkt. Hartstikke leuk. Ik mag hier even over praten. Dat vind ik heel erg leuk. Ik heb een half jaar geleden nog iets voor jullie mogen doen met de Innovatieprijs. Daar hebben we een film voor gemaakt. En daar zijn we begonnen met een gedicht wat ik geschreven heb. Toen muziek en toen de film. En het omdraaien van het proces is interessant. En daar gaan we het over hebben. Hoe je kunst kunt inzetten, cultuur en muziek bij organisaties. En daarmee harten kunt winnen. Hele mooie manier om je boodschap over te brengen. Maar als je vraagt naar mij, hoe ben ik hierin terechtgekomen? Dat is wel een terechte vraag, want ik wist niet eens van het bestaan van deze wereld eigenlijk af. Ik was gewoon muzikant. Ik leefde met van weinig geld, laat ik eerlijk zijn. Dat doen we allemaal, de muzikanten. Dus ik speelde veel live, artiestenbegeleiding. Probeerde aan platendeals te komen en gaf wat les. Dat is een beetje de standaard hoe de meeste muzikanten leven. Lang geleden, 20 jaar geleden, kwam ik terecht in zo'n soort kamer, een boardroom, zoals jullie ze ook kennen. Deze ziet er heel streng uit, maar dat voelt wel precies hoe ik me voelde. Ik mocht muziek schrijven voor het grote BMW, BMW Duitsland. En ik werd naar München gevlogen en dat was mijn eerste opdracht. Ik had geen idee wat me te wachten stond. Ik had ook geen idee of ik het überhaupt wel kon. Ik was tikkie overmoedig, maar dat is wel goed aan de jeugd. En als je soms met iets nieuws begint of een nieuw bedrijf, moet je geloven dat dat 100% gaat slagen. Anders gaat er ook niks gebeuren natuurlijk. Dit was de presentatie, dus de product launch van een nieuwe motor, een off-the-road motor. Dus dat denk je bij stoere mannen, grotendeels denk ik. Er zijn ook vast vrouwen zijn, maar grotendeels mannen die dan gaan jumpen en door het zand racen, door het water, door de bossen, et cetera. Daar had ik muziek voor geschreven en ik mocht dat presenteren in München op het hoofdkantoor. Toen had ik nog lang haar, iets minder tatoeages, maar desondanks paste ik niet helemaal in deze omgeving. Ogenblikje. En aan het hoofd van de tafel, ja, mag je eigenlijk niet zeggen, is dat de ultieme Duitser. En dat is de CEO van BMW. En daarachter zaten heel veel mensen in pak. En ik had mijn speakers meegenomen en ik stond daar. Ik dacht, off-the-road motor, stoer. Dus ik had 20 jaar geleden drum en bass gemaakt. Zo'n soort beat met teruggestemde gitaren. Knijter heavy. Kokom, 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 kokom. Heavy, heavy, heavy track. Ik, ja, stoere gasten, jumpen moet wild zijn. Dat duurde ongeveer 2,5 minuut. Ik heb hem helaas niet meer. Hij stond op een oude computer, anders had ik kunnen laten horen wat ik gemaakt had. Maar 2,5 minuut stond ik daar. Dat was een zenuwachtige, net zoals dit eigenlijk. Het is altijd even lullig, hoe reageren mensen. Maar als je je eigen muziek gaat presenteren in je eentje, voor die mensen was het wel heel spannend. Dus ik stond bij die tafel, doe die muziek afdraaien, hard. En ik stop. En het blijft helemaal stil. Helemaal stil. Niemand zegt iets, want in Duitsland is de hiërarchie behoorlijk, hè, zoals u weet. Hè. Daar is maar één god en de baas, dat is de CEO en de rest doet... Dus het blijft stil. CEO kijkt me aan en zegt één woord. Scheiße. Dat was hem. Dat is het enige wat feedback wat ik kreeg. En het ergste is, hij had gelijk. En de rest sprak ook niemand met mij. Die gingen met elkaar praten, dus ik bleef alleen achter. Dus ik ben een soort van de gang ingevlucht om dat tegen de muur eruit te huilen. Ik denk, wat de fuck is hier gebeurd en waarom? Het mooie van de meneer was wel dat ik nog een keer mocht. En uiteindelijk heb ik met deze CEO vriendschap gesloten en hebben we een maand lang in Zuid-Afrika gezeten, wat echt een ongelooflijk mooi land is. En daar heb ik veel van geleerd. Scheisse was terecht, want daar is mijn businessmodel eigenlijk op gegroeid, wat ik Music First noem. Muziek maken op basis van DNA. Weet u? Die muziek paste best bij een off-the-road motor, maar helemaal niet bij de klanten. Degene die die motor kochten, zijn mensen die een BMW 7 rijden.
gaan golven en al 4 andere motoren hadden. Ik chargeer een beetje. Maar eigenlijk werd die motor niet verkocht aan die ruige gasten die gingen jumpen, maar meer mensen die gingen toeren. Ik had een walsje moeten maken. Snapt u wat ik bedoel? En dat DNA-denken heb ik toen geleerd, want meneer had daar gewoon gelijk in. En ik had eigenlijk geen flauw idee wat ik aan doen was. Dat heeft wel geleid, even snel door dit bluffstukje heen, dit zijn wat merken waar ik voor heb mogen werken. En met die visie steeds van het omdraaien van het proces, start met muziek, inspireer mee daarmee de film maken en de rest. Wordt nog steeds bijna nooit gedaan. 99% van de gevallen is er eerst content, is er eerst beeld en dan mag iemand muziek maken. Dat is in bioscoopfilms zo en dat is ook in media zo. En het is dom, is mijn verhaal. Ik doe het niet meer, draai het proces om. Veel interessanter voor mij en je komt aan unieke muziek die echt bij jou past. Veel dingetjes ook gedaan voor Netflix, Single Ladies, The Mentalist. Heel trots op mijn werk voor de Beijing Olympics, Tour de France. Mooie dingetjes heeft dat toch geleid. Dat even terzijde. Waarom werkt dat dan zo? Dat komt omdat wij een muzikaal brein hebben. En we hebben letterlijk een muzikaal brein. Muziek bestaat al 100.000 jaar. En ondanks dat de industrie 150 jaar geleden ongeveer ermee gestart is om er entertainment van te maken en het weer allemaal in vakjes te stoppen, het vormdenken, daar hebben we het net nog eventjes over, is het idee veel mooier. Het idee is van belang, niet alleen vormdenken. Eerst idee, dan vorm. Dat is hoe ik werk. Muziek is communicatie, want als je naar de mensen die gingen zingen of gaan zingen in de kerk of in tempels om communiceren met God of de goden, de troubadours die honderden jaren lang door de dorpen heen trokken met een luid, zongen over de heldendaden van de koning, communiceerden daarmee dat het veilig was in het land. Heel mooi, de trompet is natuurlijk in het leger superbelangrijk, nog steeds met reveille, aanvallen, terugtrekken, een instrument wat letterlijk communiceert wat je moet gaan doen, gewoon orders doorgeeft. Wat ik mooi vind is dat wij allemaal, bijna allemaal, een liedje kiezen als we gaan trouwen. Die staat voor de verbintenis met die man of vrouw. Dat is opvallend eigenlijk, want het liedje heeft helemaal niks met jou te maken, maar we doen alsof. We maken dat ons eigen. Dus muziek bij die belangrijke gebeurtenissen altijd. Bij begrafenissen eigenlijk nog meer. We kiezen liedjes ter nagedachtenis van de overledene. Dus op een bepaalde manier word je zelfs muziek na je dood. Hoe mooi is dat? Als je het over mijn vak hebt. En als het over samenwerken gaat, en dat doen we jullie hier vandaag. Dit is bijvoorbeeld The Railroad, niet echt het mooiste voorbeeld, want redelijke slavernij volgens mij. Maar die werkte met muziek. Ook over zo. Ja, cool. Hier is de bluesmuziek uit ontstaan en daarna de rock. En dat komt eigenlijk daar vandaan. Samenwerken met muziek werkt heel goed. Je kunt in een ritme gaan werken. Muziek is de manier van evolutie om ons te verbinden. Dat is het gewoon. En dat weet ons brein ook nog steeds. Wat die markt ook roept, ons brein weet het. Kinderen tot 3 jaar onderhouden eerder een liedje dan een gesproken tekst. Dat is bewezen. Deze Aboriginal kan 40.000 jaar oude tekst onthouden, omdat het liedjes zijn. En ons company logo, is een goed idee voor jullie, met muziek, is allemaal onderzocht door serieuze bedrijven in Oxford en Harvard, et cetera, wordt 30% beter gewaardeerd. Dus als ik zeg, yippie-ja-ja, yippie-yippie. Precies. Hornbach, doe je in een paar seconden. En deze is altijd even kijken wat jullie kunnen. Weet iemand het? Wat hoorde ik daar? McDonald's, heel goed. Wist iedereen dat of niet? Maar het is heel typisch als ik ergens een lezing geef. 93% van de wereldbevolking herkent dit, maar ik schijn altijd voor die 7 anderen te spreken. Op die meneer daar. Zo. Het is echt heel erg typisch. Even kijken. Ja, kunst verbinden aan je organisatie. Ik ga een klein stukje, want ik heb niet zo heel veel tijd, laten zien van GLOW. Dat is een lichtfestival elk jaar in Eindhoven. Bezocht door bijna 1 miljoen mensen toen het nog mocht. Dit jaar doen we iets anders. We zijn in 2017 begonnen en onze projecten zijn heel gelukkig. Elk jaar uitgekozen sindsdien als Best of Glow door pers en publiek. En dat heeft te maken dat wij muziek zijn gaan toevoegen bij dat lichtfestival. Ik ga een klein stukje draaien.
even hierbij. Dit duurt 6 minuten, valt te zien op de website als u het interessant vindt. 3D-projectie op een heel groot gebouw, meer dan 100 meter, waar duizenden en duizenden mensen komen. Weet u wat zo mooi is? Het project hiervoor hadden wij gedaan op een gebouw wat ooit het hoofdkantoor van Philips is geweest. Philips vond het zo cool dat ze het gingen delen als zijnde dat het nog steeds hun hoofdkantoor is. Uiteindelijk is dat filmpje 10 miljoen keer bekeken, 800.000 keer gedeeld. Gratis. Verbind kunst en iets moois aan je organisatie en mensen zijn amazed en gaan automatisch delen. Reclameboodschappen zijn boring. Je kunt het op een andere manier brengen. Interessant idee dus. Geef het vooral door aan al die ondernemers waar jullie mee werken. Ik wil een voorbeeld laten zien van eentje die ik pas geleden heb gedaan. De Opel, de nieuwe Mokka. Opel, misschien mag je het niet zeggen, een tikkie gezapig merk, zeg maar zo, iets wat grijs. Ja, mag je dat ambtenarenauto, weet ik veel, hoe zou je dat noemen of zo. Misschien hebben jullie het allemaal alleen en ben ik helemaal, maar zo bedoel ik het niet. Ze rijden ook hartstikke lekker en zo, dus dat is niks aan. Maar er werd mij gevraagd, ze willen graag een nieuw publiek aan gaan spreken. En deze auto zou dat moeten gaan doen. Of dat lukt, is een tweede. Hij heeft een prettige groene kleur, hij is fel, hij is duurzaam, hij is elektrisch. Wat Opel wil, is een andere doelgroep aanspreken. Er is een nieuwe doelgroep, ik zie het aan mijn kinderen, 20 en 22, en die kijken heel anders naar politiek, kijken anders naar de wereld, eten gezond, zijn eigenwijs. Misschien, ik neem gewoon een tatoeage omdat ik dat wil, maar ik werk ook hard, passen zich minder aan. Er is een transitie gaande, als je het mij vraagt. Ik vind dat leuk. En als je het mij vraagt, is de idee denken in plaats van vorm denken een hele bijzondere. Ik moet dat gevecht altijd aan met zo'n klant natuurlijk, dus dat is soms lastig. In dit geval werd ik gevraagd om muziek te maken, maar wat deed ik? Een gedicht schrijven. Je hoeft hem niet helemaal te lezen, hij was nog veel langer dan dit. Ik sla soms wel eens door, want dan begin ik te brainstormen. En ineens komt er een gedicht uit. Wat ik op zich wel leuk vind, daar staan wel mooie dingen in doen. I love what... Love to be free, I do what I do best. I fight rules, need to be broken. I'll take a ride, I'll take a chance. In my getaway car. Als de auto zien als een ontsnappingsroute, als een soort van uit de maatschappij gaan. Of lekker jezelf zijn, die auto als onderdeel zien. Daar schrokken ze van, dat ik met een gedicht kwam. Ik zeg, ben niet bang, ga uiteindelijk muziek schrijven. Maar ze waren wel blij met deze woorden, want die spraken precies voor wat zij dachten dat de nieuwe klant moest zijn. Toen ben ik een liedje gaan maken, en ik laat je een stukje horen waar ik zelf op zing. Neem het vooral niet op. Ook redelijk zacht gezet, dat begrijpt u. Ik ben geen zanger helaas, maar dit is het proces. Eerst een idee, van het idee een demo maken, durven presenteren en dan het voort in het echtje doen. Dus dat is het proces en daarna de film. Idee, gedicht, passie, muziek, mensen uitnodigen, artiesten, zangers, dan dat afmaken en daarmee de filmmaker inspireren. En wat ik zal laten zien is het filmpje wat het geworden is. I don't play a role. I don't have to be like you. 'Cause what's the use of fitting in to be the same or share the fame? I'll ink my skin to prove what I stand for. I'm unrelenting. Enough.
gemak aan af. Leuk toch? Gewoonlijk krijg ik dan applaus, maar dat is niet altijd zo. Nee, dat is flauw. Hey, heb ik geen beeld meer? Is er iets misgegaan? Even kijken. Ja, dat is hem. Zijn er muzikanten in de zaal? Is er iemand die iets speelt? Niet bang zijn. Heel voorzichtig. Wat speelt u, meneer? Gitaar. Heel goed? Hij heel goed, zegt hij. Hij wil elkaar iets komen spelen. Goed, goed instrument. Iemand anders nog? Piano? Dacht ik. Cello. Cello, heel mooi. Piano, cello, typische damesinstrument, hè? Dat is gek, maar het moet veranderen. En u? Ja, ah, heel goed. Het is het lelijkste plaatje wat ik kon vinden op internet, maar het geeft wel precies aan wat er belangrijk in is. Muziek en onze breinen zijn anders. Wist u dat? Als je van 1000 mensen de schedel licht en letterlijk naar het blote brein kijkt, is alleen dat van de muzikant herkenbaar. Dat is echt zo. Niet van de rocket scientist of de politicus of heel veel mensen die doorgeleerd hebben. Het is de muzikant. Je moet wel op tijd beginnen. Vrij vroeg. Tot jaar of 4. Dat is dan weer lastig, hè? Maar als dat zo is, dan ben je een betere verbinder. Dat is een grotere verbinding tussen linker en rechter hersenhelft. En we zijn betere problem solvers. Heel interessant om te weten. Daarom moet natuurlijk muziek terug naar de lagere school. Muziek verbindt. En als je het ziet als taal, dan is er geen cultureel verschil. Er is geen leeftijdsverschil als je met elkaar muziek maakt. En toch gooien we al dat soort vakken en creativiteitsvakken eruit. Heel erg jammer. Ik ga iets laten zien. Dit jaar, vorig jaar, is natuurlijk voor iedereen lastig geweest. Maar voor muzikanten helemaal. Er is al 17 maanden geen werk, er zijn geen optredens. En we zijn een beetje vergeten, vind ik. We hebben niemand die voor ons in de politiek spreekt. En als je kleine zelfstandige krijg je ook maar heel weinig steun. Dus dat is best pittig geweest. Ik klaag niet, ik red mezelf wel. Maar voor de meeste muzikanten, die niet zo ondernemend zijn als ik, is het best zwaar. De meeste verkopen iPhones nu of zijn chauffeur geworden. Dat is best heftig. Wat ik heb gedaan is gaan denken, waar is muziek nog veel meer belangrijk voor dan alleen maar mijn talent verbinden aan grote organisaties? Wat ik superleuk vind, en ik sta open voor aanbiedingen van de KVK natuurlijk. Maar health, interessant. Parkinson-patiënten. Ik ben met Parkinson-patiënten gaan werken om te kijken hoe muziek daar kan helpen. Het is ongelooflijk hoe dat doet. Hetzelfde geldt voor mensen met depressie. Het gebruik van antidepressiva is vorig jaar verdubbeld en wordt als een investeringstip gegeven. Mijn nieuwe motto is geen pillen, maar playlists. Superleuk, ga je het nooit helemaal mee redden, maar ik vind het wel een mooi idee om iets holistischer naar de toekomst te kijken. Dit is een filmpje van een meneer uit Amerika die Parkinson heeft en heel moeilijk kan lopen. Goed, u begrijpt het. Dat gaat heel lastig. En er is geen vaccin of een pil voor Parkinson. En de jongste Parkinson-patiënt, schrik niet, is 13. Dat is echt geen oude mensenziekte meer. Dat is echt een serieus probleem aan het worden. Dat heeft alles te maken met onze voeding en van pesticiden die de grote bedrijven... komt in het grondwater, en eten en drinken het op. Groot probleem. Maar nu ga je kijken wat er gebeurt als muziek op wordt gezet bij deze meneer. Ja, dan gaat hij ook nog dansen met zijn verpleegster. Prachtig. Ik moet een beetje opschieten qua tijd, maar ik wil nog een paar dingen delen met u. U ziet wat het is, hè? Het is geen medicijn, maar muziek. En dat komt door het volgende. Dus laat ik even over, dat ik ben een mooi project aan het doen samen met Ernst Daniel Smit, die een progressieve vorm heeft van Parkinson. Als u kans hebt in het najaar, als hij er nog is, want het gaat slecht met hem, om te gaan kijken. Dit is een prachtig toneelstuk over ouder worden en hoe wij met onze ouderen omgaan en onze zieken omgaan. Ik was heel trots dat ik dat muziek van mocht maken. Tussendoor. Het heeft te maken met aangeleerd gedrag in ons brein en improvisatiegedrag. Aangeleerd gedrag leren wij op scholen is superbelangrijk. Als jij de weg oversteekt, doe je dat bij een zebrapad.
Maar als je dan netjes loopt en een auto rijdt door rood, is het jouw improvisatiegedrag die jouw leven redt. Dus improviseren is van supergroot, heel groot belang. Muzikanten, ze hebben een MRI-scans, muzikanten in een MRI-scanner gelegd. En als je een toonladder speelt, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, zie je een paar lichtjes branden, oplichten. Maar laat je iemand improviseren, is het een soort van kerstboom die aangaat. En daar ligt een geheim, volgens mij. Voor improviseren, nieuwe ideeën te krijgen. Dat geldt net zo goed voor andere mensen, niet alleen voor muzikanten. Als ik een klein voorbeeld mag laten horen nog, klaar mee, dit is, als je kijkt naar aangeleerd gedrag, zou het dit kunnen zijn. Hoewel het supergoed en supermooi, maar het valt na te doen. Prachtig, Ella Fitzgerald, jaren 20, supermooie muziek. Ik laat hem nog een keer horen, maar dan door Coltrane. En dan zie je duidelijk dat de rechtse hersenhelft gebruikt zit worden. Hoor je. Ik heb instant continu kippenvel. Ik weet niet hoe dat bij u zit. Ik barst van de dopamine. Ik heb het al als ik naar mezelf luister. Maar het geeft wel aan wat muziek met je doet. Ja, ik geef het eerlijk toe. Enig narcisme, mij niet vreemd. Maar het mooie wat ik u me meegeef, want ik ben klaar met mijn korte presentatie, is dat u vandaag probeert dat improvisatie gebeuren en niet het aangeleerd gedrag te houden. Je hebt veel geleerd, je hebt hard gestudeerd, je bent heel slim, hebben allemaal dat en dat gedaan. Maar juist eruit stappen en andere ideeën te gaan embracen, lijkt me volgens mij heel belangrijk voor deze dag. En dat is mijn tip aan u. Ik zie u straks nog even terug. Dank u wel. Dank u wel, Erwin. Wat leuk. Ik vroeg me af, als je nou hier zo rondloopt vandaag, kun je dan op een gegeven moment ook het geluid van de KVK produceren, als we je vanmiddag weer horen? Ik zal mijn best doen. Ja? Het is wel heel kort, hoor. Is er want je zegt elke organisatie heeft een DNA. Ja. En dat onderzoek je en dan maak je daar bijpassend. Ik ga gewoon gesprekken aan. Niet alleen met de directeur of de marketingdirecteur, maar mensen die er werken of mensen die het product kopen. En dat is niet het brandboek wat het reclamebureau maakt. Met alle respect, dat is het niet. En je moet terug naar een aantal woorden die de organisatie uniek maken, waar iedereen zich in kan vinden. En dat kun je gewoon een geluid geven. En het mooie daarvan is, als ik dat een geluid geef, zegt iedereen altijd, ja, dat zijn wij. Nee, ze zeggen ook wel eens, scheisse. Ja, dat is 20 jaar geleden. Ik heb ondertussen iets geleerd. En het gaat nog steeds wel eens mis, maar niet zo dramatisch als toen. Dat is waar. Maar dan herkennen mensen zich in het geluid dat jij... Waarbij ik denk dat als iemand anders dat geluid zou maken, dat het ook herkend zou worden of zo. Ik denk niet dat dat één weg naar Rome is. Ik denk dat als dat brein aanslaat, het muzikale deel, en het improvisatie, en we krijgen kippenvellen van, dat is wat het moet doen. Je maakt mensen blij met het geluid van de KVK of een van jullie organisaties. Mooi toch? Heel mooi. Dank je wel, Erwin. Ja, ik heb ontzettend wat last van enthousiasme soms. Nee, ik ben heel blij mee. We zien je zo dadelijk nog terug. Erwin, hartstikke goed.